Ja, goeie avond allemaal en vooral hartelijk welkom Stella. Hallo. Hallo. Dag Stella, hoe oud ben je? 9 jaar. 9. En je woont in? Grobbendonk. Eerste keer op televisie? Nee, want ik heb ook al met de Bed Net Poes meegedaan. Echt? Oh, dan hoef je helemaal niet zenuwachtig te zijn, hè? Nee. Nee, dat is niet nodig. Jullie komen vandaag een prachtig boek aan ons voorstellen. Kijk, dit is het. Warriors Cirque Ancien. Ja. En eigenlijk speel jij een soort van hoofdrol. Ja. In dat boek, hè? Want jij bent een van die strijders, een van die warriors. Maar ik heb een vraagje. Als je naar je foto kijkt van jou in het boek, we zien ze hier achter mij, dan zie ik daar een meisje met zwarte haren. Dat is een beetje verwarrend. Hm? Hoe komt dat? Ik had toen een pruik op, omdat ik kaal was van de chemo die ik kreeg. Ja, en toen moest je een pruik dragen, zo'n zwarte pruik. Hè? Ja. Ja. Je hebt kanker gehad en daarom zit je hier. Hè? Ja. Stella, daar gaan we straks meer over weten. Eerst gaan we even babbelen met Gilda. Gilda, die warriors waar we het nu over hebben en die in dit boek staan, wie zijn dat eigenlijk? Wel, dat is een organisatie die gesticht is door een make-up artiste eigenlijk, Vanessa Kokuit. En zij maakte... zij had een vriendin die ziek werd en maakte die op en die voelde zich beter. En die dacht, toen ga dat nog met vrouwen doen. En dat was fijn, dat vrouwen werden daar... hun beeld ging omhoog, hun zelfrespect ging omhoog. Zo hebben we een stuk of 2 boeken heeft ze toen uitgebracht. En toen kwam ze op het idee om dat ook met kinderen te doen. Ja. En dan had ze 12 zieke kindjes, waarvan we ook 3 in de studio hebben zitten. En Stella. En die allemaal gemaquilleerd en zo opgemaakt in circusartiestjes. En daar is een verhaal bij geschreven en dat is wat je nu ziet. Ja, ja, en ik ben meter. Jij bent meter, hè? Ja. Ook niet toevallig. Je bent zelf ook ziek geweest, heb ook kanker gehad. Ja, ik ben ziek geweest in 1984, dus dat is al een beetje geleden. Ja. Maar ik weet wel waarover de mensen het hebben. En ik heb ook een paar fotoshoots gedaan. Ja, prachtige foto's van jou. Ook ja, daar ben ik nogal trots op die foto eigenlijk. Ja. Wat lief? Op die foto ben ik nogal trots, moet ik zeggen. Ja, dit is prachtig mooi. En waarom ben je er zo trots op? En heb je dan ook zelf ervaren wat het met was. Je doet? Ja? Het was een beetje moeilijk. Ja. Op de een of andere manier vond ik dat niet zo prettig, maar dat was dan toch het resultaat. Ja. En ga je dan ook beter van voelen, van jezelf? In mijn beroep was dat niet zo aan de orde eigenlijk. Hè, omdat wij altijd geschminkt zijn en gemaquilleerd. En alleen, wij worden altijd heel goed verzorgd. Maar voor mensen die daar nooit mee geconfronteerd zijn, kan ik me voorstellen dat dat wel een boost geeft aan uw zelfvertrouwen. Als ze van u zo echt een heel mooi plaatje maken. Ja, ja. Vond je dat fijn, Stella? Om zo geschminkt te worden en mooi gemaakt te worden? Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Je moet misschien eerst nog eens even vertellen. Je bent 9, hè? Ja. Wanneer kreeg je kanker? 9 augustus 2016. Oei, dat weet je nog heel precies. Ja. Ja. En welke kanker had je? Leukemie. Dat is een zware kanker, hè? Om te behandelen. Hè? Ja. Je hebt ook een heel zware behandeling gehad. Hè? Chemo gekregen, Stella. Ja. Een heuse stamceltransplantatie. Een jaar in het ziekenhuis gelegen. Hè? Dus maandenlang ook in isolatie. Dus dat moet heel erg lastig geweest zijn. Maar klopt het dat je een ketting... Is dat die ketting die je hebt meegebracht? Ja, maar ik heb er nog een. Ja, dat kun je eens even tonen. Want dat heeft jou op een of andere manier ook geholpen als je in het ziekenhuis was. Hè? Ja. Hoe ging dat dan? Of waarvoor dient dat dan? Elke kraal staat voor een onderzoek. Ja. Bijvoorbeeld, het wolkje staat voor de slaapdokter. Ja. En een rood bolletje staat voor een bloedprik. Aha. En die heb je allemaal dan gehad in heel vele keren, want het is een heel lange kraal. En heb je nog iets? Dit is voor haar verjaardag, vond ik zo bijzonder. Ja. Met een smiley erop. Ja. Ja, dat is waarschijnlijk wel een van de favoriete kraaltjes. Ja. Nou ja. Dominique, je hebt ook een zoon. Ja. Hoe oud is hij? 8 jaar. Ja. Ja, dat is bijna de leeftijd van Stella. Ja, 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 ja. Kun je je voorstellen dat jouw zoon al zo'n parcours zou hebben afgelegd? Dat is de nachtmerrie van elke ouder. En ja, denk
ja, er nog maar aan denken doet al pijn. Dus wat moet dat zijn om het te hebben? Dus, maar onwaarschijnlijk, visie stralen, dat is ja, fantastisch. Daar word ik dan wel heel, heel blij. Dat is een warrior, hè? Echt een top warrior. Echt, ja. Lang gestreden. Zeg, en dan, toen je ziek was, heb je dan ook die fotoshoot gedaan, hè? Ja. Met Vanessa. Ja. Hoe was dat? Wel leuk om te doen. Ja? Maar wat gebeurde er dan allemaal? Of hoe ging dat dan? Eerst dan schminken ze u. Mm-hmm. En dan doen ze mooie kleuren aan. Ja. Ja. En dat is heel erg prettig waarschijnlijk. En je was niet alleen, hè? Jullie zijn met 12 die ze voor dit verhaal en dit boek hebben gemaquilleerd. Hè? Ja. Kun je misschien drie van je ja, vriendjes en vriendinnetjes zitten daar. Ja. Kun je ze misschien even voorstellen? Wie zijn dat? Nant. Wie is Nant? De kleinste. Hey, dag Nant. Ja, Emma. En Ipe. Hallo, welkom allemaal. En we hebben ook foto's van jullie, zoals jullie. Je personages die zijn afgebeeld in het boek. Hè. Kunnen we die even zien? Want we kunnen even vergelijken. Kijk, zo zien we Nant, Emme en Iben met hun personages zoals ze afgebeeld worden in het boek. Want daar is dan een verhaal mee gemaakt, hè? Ja, daar is een verhaal mee gemaakt. Een heel mooi verhaal eigenlijk. Ja? Al die circusartiestjes die komen samen. Eigenlijk in een ziekenhuis, maar die komen terecht bij een hele stoute, lelijke, vieze directeur K. Ja. Kanker, eigenlijk. Ah, dus dat is eigenlijk de vijand dan? Dat is de vijand. En de vijand leeft alleen maar van angst. En de kindjes hebben allemaal op hun manier zoveel talent. Ieder hun eigen talent. Want haar talent in het verhaal is vooral schrijven. En zij gaat overal op bezoek. En iedereen zegt, ik kan dat, ik kan dat, ik kan dat. En dan zegt zij, maar als je dat allemaal kunt, dan is kanker toch een kleinigheid. Dat moet lukken dan. En dan schrijft zij het verhaal over al die kindjes. Zo hebben jullie samen met jullie talenten die dokter K... klein gekregen. Ja. Dat is geweldig, hè? Je ziet er ook geweldig uit. Ja. Hoe is het nu met jou? Heel goed. Ja? Ben je helemaal genezen nu? Ja. Dat is fantastisch, hè? Daar wordt een mens ongelooflijk blij van. Hè? Waarom vind je nu dat andere kinderen dit boek moeten lezen, Stella? Omdat het leuk is om te lezen en ook om samen te lezen. Ja. En er zit ook een boodschap achter, Gilda? Er zit absoluut een boodschap achter. Hè. Als je wilt en sterk genoeg bent, dan moet je ervoor gaan. Het mooie ook, waarom ik hier ook zit eigenlijk, om dit boek voor te stellen, is... Het kost €28. Dat is geen prijs, vind ik persoonlijk, voor zo'n... Nee, want het is prachtig. Prachtig. Het is heel en voor elke... Dus de opbrengst gaat natuurlijk dan naar Warriors. Ja. En voor elk boek dat ze verkopen... Geven ze een boek cadeau aan een ander kindje dat kanker heeft. Of in een ziekenhuis. Of, dus... Ja. Dat is een geweldig... En ze zijn ook al met de organisatie naar de Efteling geweest. Mm-hmm. Enfin, ze doen zo fijne dingen. Niet alleen maar alles in het onderzoek naar kanker steken, want daar gebeurt al heel veel voor. Ja. Maar echt rechtstreeks op de mensen eigenlijk. Ja. Dat is hun filosofie. Super. Hebben jullie boeken meegebracht om te verkopen? Ja. Dan gaan we daar straks aan beginnen. Ja, Dominique? Ik ga er een kopen. Ik ga hem lezen samen met mijn zoon. Dominique is afnemer. Ja, als de kindjes nog een beetje te klein zijn, moet je ze een beetje helpen. Zo. Ja. Soms wel een paar moeilijke woorden. Wat zeg je? Er staan soms wel een paar moeilijke woorden. Ja? Ja, maar dan leerden die ook. Hè. Dan leerden die moeilijke woorden. Dan is het in orde. Noem zo eens een moeilijk woord. Bijvoorbeeld, er komt een speciaal circus in en dat kunnen kleine kindjes dan misschien nog niet zo goed lezen. Nee, dat is goed. Goed dat je ons tipt dat we die moeilijke woorden dan... Ik ga proberen helpen. ...uitleggen, hè, mijn zoon. Heel erg bedankt en goed gedaan. Stella Melis en Gilla de Bal, dank je wel.